Snijden. Snijden doe je met een goed mes. En waar bestaat het mes uit? Uit drie onderdelen. Het lemmet, de krop en het heft. Het lemmet en het heft, dat kennen we dus. De krop die zorgt dus voor een goede verbinding tussen het lemmet en het heft. Die zorgt voor evenwicht en stabiliteit in het mes. Een goede krop, belangrijk. Het kleine mes, oftewel het office mes, daarmee doe je alles wat je dus niet op de plank doet. Het pellen, het schillen en het schoonmaken. Vier vingers om het heft en je duim op het product. En zo kun je veilig en simpel schillen en pellen. Het snipperen van een uitje bijvoorbeeld, dat doe je door hem eerst te halveren. Vervolgens deze knoest, deze wortel, die houdt die hele ui bij elkaar, dus die leg je naar achteren toe. Je snijdt met je mesje de voorkant in en daarbij hou je dus je vingers krom. Vingers krom, mensen, belangrijk voor de veiligheid. En zo snij ik de voorkant van de ui in. Je snijdt hem dus niet helemaal door, je laat de achterkant een klein beetje heel, zodat hij mooi bij elkaar blijft zitten. Dan draai mijn kwartslag en snij je van boven naar beneden een mooi gesnipperd uitje. En met de achterkant van het mes schuif je alles bij elkaar. Niet steeds met het snijvlak over die snijplank, want dan wordt hij sneller bot. En dan, na veel oefenen, krijg je dit. Dat was met het kleine mes, maar dat kan dus ook met het grotere mes, oftewel het koksmes. En dat heeft als voordeel dat, als ik ga snijden, met mijn vingers de plank niet raak, omdat die dieper is. En ik kan meer kracht zetten. Op deze manier kom ik overal door ook hardere producten heen. Wat is er zo specifiek aan het koksmes? Dat is de hiel. Dit noemen ze de tip, oftewel de punt. De hiel van het koksmes is dieper. En daarmee kan ik dus mijn snijtechniek zo uitvoeren dat ik nooit met mijn knokkels of vingers de plank raak. Mijn wijsvinger doe ik om de krop en dan doe ik losjes de rest van mijn vingers om het heft heen. En mensen, niet te veel knijpen in het mes. Hè? Niet te veel knijpen, want dat is niet veilig, dat is krampachtig, dan ga je trillen. Losjes in de hand, zoals bijvoorbeeld bij een zacht product als komkommer. Zaadjes eruit en dan kun je heel makkelijk met dit mes snel snijden. En snel snijden noemen ze in de Franse keuken ook wel ciseleren. En dat is niets anders dan het mes van boven naar beneden bewegen. Nogmaals, vingers krom, knokkels naar buiten, tegen het mes aan. En zo kun je heel dun en heel snel uiteindelijk, alhoewel snelheid nog helemaal niet zo belangrijk is, oefen eerst maar eventjes met de techniek. Zorg ervoor dat je de techniek beheerst. Vingers krom en van boven naar beneden het mes bewegen. Een zacht product snij je dus met deze snijtechniek. Een bleekselderij bijvoorbeeld kun je ook perfect snijden met het koksmes. Stengeltjes. Dus hoe snij ik nou veilig mooie dunne reepjes? Het mes. Vier vingers eromheen, wijsvinger, drie vingers, ontspannen. En dan ga je het mes zowel naar beneden als naar voren duwen. Dus iedere keer als ik naar beneden ga, duw ik het mes ook iets naar voren toe. Mijn vingers weer krom, tegen het mes aan. En zo snij je ook de hardere producten makkelijk en mooi in dunne reepjes. En belangrijk hierbij is dus dat je met de hiel van het mes de plank steeds goed raakt. Zodat je echt door het product heen snijdt. Goed neerzetten. En mensen, ook belangrijk zoals je ziet. Dit gedeelte van het mes wordt dus vooral gebruikt. Niet de punt. Dit gedeelte dicht bij de hiel. Daar heb je de meeste kracht en de meeste stabiliteit om met je hand te sturen.
Dan het Santuco-mes. Het Santuco-mes, dat is er voor het grovere snij- en hakwerk. Zoals bijvoorbeeld verse kruiden snijden. Dan het hakken. Vingers op het mes. De greep verandert in deze houding. He, dus niet meer rondom het heft, maar losjes bovenop de greep. Vingers op het mes en van boven naar beneden steeds de hiel van het lemmet goed op de plank zetten. Zo hak je. En dan het zeer fijn snijden, bijvoorbeeld een paprika. Vingers krom, de hiel goed neerzetten, dunne reepjes. Worden blokjes. Zeer fijne blokjes. En dan is er nog het vleesmes. En waar herken je nou het vleesmes aan? Flexibel. Om heel makkelijk zeer dunne plakjes te snijden van je gebraden en gebakken stukjes vlees of gevolgte. Dat betekent lange halen maken, niet te hard duwen, zodat je het vlees niet beschadigt. Dus als je wil leren snijden, neem je de tijd, gebruik je de goede materialen en de juiste techniek.